goed gevangen? Nee, ik ben vuiken uitwezen zetten. Voor wat? Voor kreeft. Ik ben op Oude Kerk vuiken wezen zetten. Maar er stingen nog te weinig vuiken en ik heb nu een beetje vuiken erbij gezet. Maar nu gaan ze daar ook een beetje lopen. Ik ben kreeftenvisser, ja. Maar eerst deden we natuurlijk op paling vissen. Maar ja, die paling dat was op den duur was het ook over, bijna over. En ja, toen kwam gelukkig die kreeften. Dus dan namen we daar weer een boterham van. En dat gaat redelijk goed. Als je het misschien leuk vindt, en dan heb ik geen kreeften gezien. Ik heb thuis voldoende kreeften te zitten. Kijk, ik heb hier in die bakken de vangst van de week. En allemaal kreeft. Tot 3 kilo deze keer toe. Ja, ik vind het een geweldig prachtig dier. Hè, daar zeggen ze wel eens, het is de zonde om op te eten. Ja, dat is het werk ook zo, maar we hebben er zat. Kijk, die heb een grote schaar en een kleine schaar. Met deze houden ze vast wat ze eten. En met deze doen ze naar de mond brengen. Want een Zeeuwse kreeft heeft een grote schaar en een kleine schaar. Zodat een Canadees, die is alle twee gelijk. Ja, eerst bij een andere visser gewerkt. En ja, toen op den duur doen. Toen heb ik zelf een bedrijfje overnemen. En ik doe het nog steeds. Maar ja, ik vind het gewoon leuk om te doen. Daar is in de visserij is er ontzettend veel veranderd. Ook met vergunningen. Dat ik het kocht toen waren we met z'n 18. En nu hebben we 45 vergunninghouders. Ja, weet ik wel, iedereen wil vissen en iedereen wil een boterham hebben. Maar het ou een keer op. Maar ja, moet de zalen weten, zoek hem maar uit. Ik heb. Ik hoef niet lang meer, denk ik. Ik heb ook wel eens gedacht, waar ben ik al begonnen? Dat zei ik erbij. Maar ja, je moet zoiets mooi graag doen of niet. En dat is het. Je moet van je vak houden, zeg ik altijd maar, of niet. Kijk, dan komen ze weer allemaal kreeft halen. De dames. Dames, allemaal je zondagsgezicht opzetten. Mijn harem, jongens, zit hier bij harem. Dit zijn klanten die komen vis halen, kreeften halen nu. Wij doen de kreeften ook van tevoren koken. En dan nemen ze gekookt mee naar huis toe. En doen ze daar opeten. Als ik dit niet meer zou kunnen doen, ja, ik ben net 65, dus. Het kan volgende week met je gebeurd wezen. Dan zeg van, het gaat niet meer, dan is het afgelopen. Ik zou het jammer vinden, maar ik doe het hartstikke graag. Gelukkig. Bedankt voor de keer. Hey, dames, bedankt. Tot ziens. Bye bye.